Weet je, als er iets heel ergs gebeurt, dan slaan je gedachten op hol. Het is helemaal niet zo dat je niet meer kunt denken. Integendeel, je denkt de hele tijd. Alleen is het zo dat je gedachten richtingloos zijn. En in dit boek wordt een vorm, enfin, probeert de schrijver, ik, probeer ik een vorm te vinden daarvoor. Dat kan een heel klein gedichtje zijn, of dat kan een verhaaltje zijn, of wat dan ook. Of ik probeer een dode moeder te beschrijven. Maar net doordat ik dat doe, probeer ik een vorm te vinden. Voor verdriet. En dat is de eerste stap naar troost, naar rouwverwerking. Dat is dat je probeert een vorm, dus woorden te vinden voor verdriet. Dat is de eerste stap. En alleen maar als je over die stap heen komt, kun je misschien ooit een normaal leven hebben, natuurlijk. Dat betekent dat je dat verdriet overwint. En daarom, dat is een onderdeel van het boek, absoluut.